Goedemiddag, mijn naam is Joost van Aert. Vandaag gaan we hoeken in graden vermenigvuldigen delen met getal. Eerst gaan we hoeken vermenigvuldigen met 3. Dus 28 graden is 31 minuten 48 seconden. We gaan vermenigvuldigen met getal 3. Hoe doen we dat? We schrijven ons hoek opnieuw op. 28 graden 37 minuten 48 seconden. Die gaan we gewoon straks mijn getal vermenigvuldigen maal 3. We beginnen altijd van achter. 3, 48 maal 3 ja, is 144 minuten seconden. 144 seconden ja, kun je schrijven als 2 keer 60 minuten een seconde plus 24 seconden. Je hebt ook dus 24 seconden. Die 2 secondes worden 2 minuten. Dus dan doe je dus, krijg je daar een 2 boven. Dan heb je 37 minuten maal 3. Ja, is samen 90, 100, 100 111 minuten. Ja, dat zijn die 2 bij op, krijg je plus 213 minuten. 113 minuten kun je schrijven als 60 minuten plus 53 minuten. Dus krijg je hier dus 53 minuten. Die 60 minuten is 1 graad. Dus daar heb je 1 graad. Ja, laatste stap, je 28 graden maal 3 is 84 graden. Dan tel je die 1 bij op die je gevonden hebt, plus 1 is 85 graden. Ja, dus je hebt een 85 graden. Dus hier 85 graden. Het antwoord is dus, die hoek maal 3 is 85 graden, 53 minuten en 24 seconden. Dus we beginnen bij de seconden, dan de minuten en dan de graden. Ja. In dit geval had je 144 seconden is 2 keer 60 minuten, 60 graden is 2, 60 seconden is 2 minuten enzovoort. Ja. Nu, omgekeerd, als je deelt door een getal, bijvoorbeeld 28 graden, 37 minuten, 48 seconden delen door 3, dan ga je opnieuw opschrijven 28, 37, 48 delen door 3. Ja. We beginnen altijd met de graden, we delen 28 graden door 3. Dat is 9 graden. Ja. Dan krijg je 27 graden, 9 3 27, dan hou je 1 graad over. 1 graad is 60 minuten. Ja, je brengt de 37 naar beneden. Ja, dan doe je 60 plus 37 is 97 minuten. Je telt die 2 op. Ja, 97 deel je door 3, dat is 32 minuten. 32 maal 3 is 96. Ja, van dan kan het aftrekken heb je 1 minuut over. 1 minuut is 60 seconden. Je hebt 48 seconden daar, dus 60 plus 48 ja, is 108. Dus 60 seconden plus 48 seconden is 108 seconden. Ja, dat deel je door 308, dan heb je juist 36 seconden. Dit is 108. Je hebt geen rest hier, dus een mooie uitkomst. Dat betekent dus hier, 28 graden, 32 minuten, 48 seconden deel door 3 is 9 graden, 32 minuten, 36 seconden. Ja, dus dat is vermenigvuldigen delen van hoeken. Ja, voor vermenigvuldigen bind je van seconden minuten naar graden, voor delen ga je van graden minuten seconden. Denk voor de aandacht en volgende keer.